We maken vandaag gebruik van de klein aas. We willen natuurlijk niet de vis direct te veel voer geven. Kleine particles, wat hennep, chili hennep. Altijd lekker. Klein beetje mini pellets erbij. Dit is de halibut, 2 mm. En om het even extra attractief te maken, een klein beetje liquid eroverheen. 'S Winters maak ik graag gebruik van de mulberry of de pineapple. Een lekkere, zoete, wolkende liquid. En we vissen dan strak tegen die struik aan. Nou, we weten dat het merendeel van die vis er midden onder ligt. En door lekker attractief te voeren en een beetje liquid eroverheen, weet ik zeker dat die vis op het voer af gaat komen. Ik heb de stek 2 dagen voorbereid met een mix van 2 verschillende smaken. De 15 mm Pineapple X en de Strawberry Fish. Ik vind het prettig om 2 verschillende smaken door elkaar heen te mengen. Zo spreek ik eigenlijk een breder gedeelte van het bestand aan. De vis heeft 2 dagen lekker kunnen vreten van de bollen. Vandaag tijdens het vissen voeren we niet bij met de boilies. En dat is eigenlijk puur omdat we rust op de stek willen hebben. We hebben erg veel last van meerkoeten. En zouden we nu wel met die boilies blijven voeren, dan hebben we elke keer duikers op de stek en dat willen we juist vermijden. Lekker weertje, Koop. Lekker uitvaren, man. In de, een beetje hagel. Ik vind het wel weer zien hoe de rollen verdeeld zijn. Ja, dat is wel. Ik hou meer van drillen. Ja. Merk je het? Ice fishing! Hoppa, oké. Hoppa, hem door. Oh, we gaan nog even de tweede ronde doen. Maar we blijven wel achter de hengeltjes zitten, hè? Zware diehard hier. Nou, we hebben gekozen om met een 3800ste vloer carbon line te vissen. Deze lijn die kenmerkt zich door het feit dat er weinig rek in zit, snel zinkend is. En zolang de afstand naar het obstakel eigenlijk niet te lang is, dan is het een prima lijn. Als je echt over afstanden van 80 meter en langer, dan adviseren we eigenlijk de gevlochten hoofdlijn. Maar voor dit soort afstanden is het nog prima te doen. Even een tip, op het moment dat je met zo'n dichte molenslip vist, want je wil natuurlijk die vis geen centimeter geven, zorg er nou voor dat je spoel altijd helemaal naar achter op je molen staat, dat je die helemaal terugdraait, want anders loop je het risico dat je bij het aanslaan je as krom trekt. Nou, zoals jullie al gezien hebben en kunnen zien, zitten we vlak op de hengels, hè. Kort erachter dat we die hengel direct vast hebben en op het moment dat we de vis haken, hebben we ruimte gecreëerd om naar achteren te lopen. Dat is een betere tactiek dan te gaan halen met je hengel, want daar ben je gewoon niet snel genoeg. Hand op de spoel naar achteren lopen en zo kun je de vis bij het obstakel wegkrijgen. Ja, heb eens.
Lekker Koen. Hangen hoor. Hij is een primeurtje, hè? Hier is de... Half uurtje in en gaan. Dus bij de takken weg. Even rustig maken. Klein opwarmertje. Kijk, daar is de eerste wintervis, jongen. Ja. We moeten wel even zijn moeder gaan halen. Maar we hebben beet. Het geeft hoop. Ja, dan pak ik zo meteen even een goede vis. Ja, dat zal wel. Op onze nieuwe shockerlootjes. Lekker. Ja. Nou, is het perfect gehaakt, Koen? Prima gehaakt. Klein bekkie natuurlijk. Desondanks prima gehaakt. 15 mm. Mooi. Dat is een van je betere vissen dit jaar, denk ik. Ja, dit is een mooie, is een van de binnenkomers dit. Maar dat deert niet, er zwemmen er nog meer. Zo, de microfoon staat ook aan. Nou, Koen is weer aan het drillen. Ja. En als we even naar beneden kijken. Daar zit ook nog een vis in het net. Dus het gaat weer als een speer. Ja, maar dat is een lekker dagje worden, hè? Dat wordt een goed dagje. Het is al een goed dagje. Ja. Oké, nou deze ook weer prima gehaakt. Alle pole position onderdelen hebben hun werk naar behoren gedaan. Wat een actie, niet normaal. Ik ga hem onthaken. Ja Koen, volgens mij zijn we nu een half uurtje aan het vissen. Ja, we zijn effectief een half uur aan het vissen. En hier liggen dan vis nummer 4 en 5 eigenlijk al, hè? Dus dat gaat erg hard. Geen tijd voor de koffie. Nee. Ja jongens, derde dubbelrun. Nou, allebei perfect gehaakt. Dus we zijn echt ja, gigantisch op dreef. Echt heerlijk. Dit is wintervissen to the max, jongens. Heel stellig. Ja. Nou, we gaan snel door. Nou, gelukkig is Koen er ook bij vandaag. Want je ziet, als je dit in je eentje wil doen met twee hengels, is het eigenlijk al niet vol te houden. Je krijgt zo snel die beten. Als je in je eentje erachter staat te drillen en die tweede hengel die vliegt er ook vandoor, ja, dan ben je eigenlijk altijd te laat. Hè? En dan moet je eigenlijk kiezen om zelfs maar met één hengel te vissen in plaats van met twee. Dan heb ik wel weg. Hey. Ja, ja, ja. Yes. Gaat hij alweer hoor, damage. Kan toch niet dit? Een van de wat betere vissen van het water. Nou, je ziet het hè, succesvol wintervissen kan. Kies een water met een groot bestand. Natuurlijk vangen we veel kleine vissen, maar dat doet er niet toe op zo'n dag. En zeker niet midden in de winter, dit is gewoon genieten. Ja, ja toppertje, top. Heerlijk. Heerlijk. Is toch genieten dit? Hè? Heerlijk jongen, mooie vis. Oh, het water is koud joh. Hatje! Van de zon in de sneeuw. Hé hey jongen, van het een in het ander. Maar het deert ons niet. We knopen lekker door. Nou, en dit is dan geen boiliegruis wat we op de mat hebben achtergelaten. Maar dit is dan lekker een soort sluspuppy gemaakt van hagel en hondenzeik. Heerlijk. Beetje rust. Trek maar niet hard. Behoorlijk blokken. Hatje.
Mooi gehaakt weer. Keurig onder in de bek. Net achter het harde gedeelte. Nou, we kiezen uiteraard voor kleine haas in de winter. We gaan voor een soort van snowman combinatie. Nou, iedereen weet inmiddels wel dat we niet echt fan zijn van twee gehele bollies bovenop elkaar. Dus we doen het volgende. We pakken een Pineapple X in dit geval. Daar snijden we bijna de helft van af. Net iets minder. Zorg dat hij mooi recht is. Pakken we in dit geval een Scopex en Buttrick. En die combineren we dan. Pak ik een pop-upje eruit, is ook een 15 mm. Snij ik de bovenkant vanaf. Ook om 40% zeg maar. En dat geheel combineren we op elkaar. Zetten we boven op elkaar op deze manier. Onder deze aangepaste snowman monteren we een klein loodhageltje om ervoor te zorgen dat het geel mooi op de bodem blijft staan. En je ziet ongeveer een halve centimeter ruimte tussen de bovenkant van de haak en de onderkant van de boilie. Heel kort richtje vissen we mee, niet te lange her, want we willen zo scherp mogelijk aan het werk. De loodhagel zorgt er natuurlijk voor dat de aangepaste snowman mooi in positie staat. En als er dan een aasopname volgt, zie je dat de shot en hoek zijn werk gaat doen en de haak perfect in positie brengt. Nou, hier aan mijn kant zien jullie de grote putty holder. Er was echter ook vraag naar een kleinere versie. Die vraag hebben we voldaan. En op de rig zien jullie de kleine versie in beeld als een contragewichtje. Nou, het is weer even slecht weer. De zon is weer weg, dus ook de actie valt direct weer stil. Dat geeft mij mooi even de gelegenheid om de nieuwe pop-up range voor te stellen. We hebben drie verschillende ranges gemaakt. De Buttyrix range, eigenlijk een range met, gemaakt met boterzuur. En deze zijn allemaal in duo colors. De tweede serie is de Irresistible Seafood serie. Nou, een lekkere serie met een aantal goede stinkers erin. En deze zijn allemaal in unicolor. En dan als laatste de Seductive Twill. Die bestaat met name uit zoete en creamy flavors. En deze zijn in multicolor. Nou, alle drie de ranges zijn verschillende smaken van verkrijgbaar en worden geleverd in potjes van 12 en 16 mm. En we hebben een range met 20 mm. Nou, goedemorgen allemaal. Vandaag de tweede keer dat Koen en ik gaan vissen. We hebben vorige week zoveel lol gehad, zo goed gevist. Ja, we dachten van nou, dat gaan we nog een keer doen. Dus vandaag weer van de partij. Alles is klaar, ik ben er klaar voor. Het is alleen nog even wachten op die grote man uit Amsterdam die nog aan moet komen. En dan gaan we weer los. Dus we zullen zien wat het vandaag wordt. Iets beter, jongen. Voelt goed? Voelt niet slecht, nee. Voelt vrij goed. Lekker, misschien een van de grote vissen. Ik zie het. Het is toch wel lekker zo uit de file, uit je auto stappen, koffie en dan direct drillen. Even schuilen voor de regen. Maar even niet, gewoon even lekker drillen. Het leven kan slechter. Oké. De eerste is weer binnen. De eerste. Gaat ie. Gaan gebruiken. Nou, zoals jullie kunnen zien
gebruiken we een combirichtje. Niet al te lang, een centimeter of 15, 16. En die is gemaakt van Stamina Strip-It. Strip-It is een mooie, matte, gekote onderlijn met exact de juiste soepelheid. En die bovendien makkelijk te strippen is. De Stamina Strip-It is uitermate slijtvast en verkrijgbaar in zowel 25 als 35 lb. En bovendien in twee verschillende kleurstellingen, Muddy and Silt en Gravel and Sand. Zoals jullie kunnen zien heeft de binnenkern exact dezelfde kleur als de buitenkern. Dezelfde mooie, matte, donkere, bruine kleur. Je zult zien dat als je een achtknoop maakt, zoals in dit geval, en je die gaat aantrekken, dat de elastische buitencoating ervoor zorgt dat de coating altijd heel blijft en dat daar dus niet een ongewenst soepel stuk verschijnt. Goed, Koen heeft net het een en ander verteld over het onderlijnmateriaal Strip-It. Nou, ik ga even wat over de haak vertellen. We vissen nu met de Gamakatsu Superhook maat 6. Dit is een haak met een rechte punt. Nou, dat durven we nu al aan. Het water is nog erg koud. De vis is vrij traag. Dus het is geen enkel probleem om die vissen nu weg te krijgen bij de struik. Nou, als de gouden watertemperatuur omhoog gaat, zeg begin april, dan stappen we over naar een klauwhaak. En dan geven we de voorkeur aan de supersnack. Een dikdradige klauwhaak die muurvast in de bek van de vis zit, zodat je wat meer druk kunt zetten bij zo'n obstakel. Hier is goed te zien het verschil tussen de snel prikkende superhoek met de rechte haakpunt en de dikdradige supersnack met de klauwhaak. Natuurlijk maken we weer gebruik van onze pole position items om te beginnen bij de shot om de hoek. De shot om de hoek zorgt ervoor dat bij een aasopname de haakpunt onmiddellijk naar de onderkant van de bek draait. Nou, we krijgen veel vragen over het gewicht van een loodhagel wat je gebruikt bij een shot. Nou, daar is een eenvoudig ezelsbruggetje voor. Ik zelf hanteer altijd bij een haakmaat 6 pak ik een 0,4 grams loodhagel. En dan onthoud ik dat 6 plus 4 10 is. Ga ik naar een haakmaat 4, een grotere haak, dan pak ik dus een zwaardere loodhagel. Pak ik een 0,6 gram loodhagel en 4 plus 6 is weer 10. Nou, logischerwijs als je dan een haakmaat 8 pakt, een klein haakje, pak je ook een lichtere loodhagel, een 0,2. 2 plus 8 is weer 10. Natuurlijk verlengen we de haakstel weer met een liner, een kant-en-klaar in dit geval. We zijn vandaag aan het testen met een sample en de eerste resultaten zien er veelbelovend uit. En natuurlijk maken we gebruik van een niet meer weg te denken puttyholder en binnenkort is die ook in een kleinere versie verkrijgbaar. De putty is eenvoudig op de puttyholder te bevestigen. Je creëert hiermee een goed contragewicht en die putty gaat tijdens de drill of tijdens het werpen nooit meer vanaf. Nou, door al deze items toe te passen, ligt mijn rig altijd strak op de bodem en in pole position. Dit voorjaar komen we met een volledig nieuwe range aan lood. En hier voor me liggen al enkele voorbeelden van hoe dat er exact uit gaat zien. Uiteraard bevat de range onze eigen vormgegeven flat peer loden in de vorm van een inline versie en een swivel versie. Naast de flat pairs brengen we ook twee grippa's die een volledig uniek profiel hebben. Alle inline loden zijn voorzien van een speciale shocker insert. En het mooie van die insert is dat zodra die erin wordt getrokken in het lood, dat die prachtig verzonken is. De speciale rand aan de achterkant van de insert, die zorgt ervoor dat zowel de insert als de swivel nooit te ver in het lood worden getrokken. Zodra je gaat werpen en maximale kracht zet. Zodra ik de insert erin ga trekken, zul je zien dat die prachtig verzonken is in het lood. En zelfs bij maximaal werpen zal dus zowel de insert als de swivel niet te ver in het lood worden getrokken. Op die manier heb je altijd hetzelfde shocker effect. Zodra de vis gaat kopschudden, schiet de insert op eenvoudige wijze uit het lood, zodat de vis het loodgewicht niet langer kan gebruiken om de haak te lossen.
Alle loden zijn voorzien van een goed gecamoufleerde en uitermate slagvaste coating. George, die gaat even nog een zware vis afdrillen nu. Kijk hem drillen, die man. Het is iets betere, ja. Toch? Wel, hè? Leuk. Ja. Hatje. Nou, Saron die heeft mij uitgenodigd voor een dagje wintervissen bij hem in de buurt. Nou, ik heb hem van tevoren natuurlijk best een beetje lopen stangen, dat ik wel moest vangen. Ik kon natuurlijk niet uit Amsterdam rijden om te blanken, maar het is een geweldige dag geworden. Ja, we hebben heerlijk gevist. Wat ik al zei, toen straks een beetje huiverig was met die flinke nachtvorst, maar het is goed losgegaan. Ik kon goed merken, met de zonnige periodes was het de ene aanbeet naar de andere. Ja. En nu met het mindere weer is het ook echt mooi geweest. Dus, we hebben 13 aanbeten gehad, dus één mooie vis erbij. Nou ja, in de winter is elke vis telt dubbel. Ja, heerlijk gedrild. Tijd om in te pakken en op naar een nieuwe visgronden. Ja, zo is dat. Bedankt. Het was gezellig. Mooi man. Wegwezen.